aan die pa. Jij denkt dat ik jou niet versta. Jij blijft nog steeds een vent die mij niet kent en mij verwijt dat ik de tijd maar stil laat staan. Aan die pa. Daar heb je nummer twee, wel ja. Zolang jij maar gewoon doet, dan gaat het heus wel goed. Habiba, het is maar spel, zeg dat wel. Wat een stel. Heb jij mijn bril ergens gezien? Thijs, heb jij mijn bril ergens gezien? Ben kwijt, pa. Slim antwoord. Goeiedag. Natuurlijk ben ik hem kwijt, anders zou ik jou niet vragen of je hem hebt gezien. Heb je op je nachtkastje gekeken? Is hij niet. Je bureau? Ook niet. Drankwagen? Ben ik niet. Ik bedoel, een flessenkar in de huiskamer? Ja, natuurlijk niet. Was hier me nou van aan om 7:30 's morgens. Zal ik even in de keuken kijken? Niks om half. Daar blijf jij uit, uit die keuken. Goed, goed, goed. Ik denk, ik zet even een kopje thee. Heb ik al lang gedaan. Staat hij dan? Vlak voor je neus, sufferd. Ik zat toch. Kijk toch uit je doppen, goochemat. Hé, wat leuk. Dat je dat ziet zonder bril? Ik zie alles. Ik kan alleen niet lezen zonder bril, maar voor de rest zie ik alles. Behalve waar je bril was. Maar je kunt er maar beter niet op zetten. Dit is de rekening van je kookpaleis. Ah. Goeiedag, zeg, dat is niet voor niks. Kijk eens even, geen bedrag zonder drie nullen. Nou ja, maar ik heb dan ook een drie sterren keukentje. Van alle gemakken voorzien. Van alle gemakken voorzien. Maar zonder afwasmachine. Ja, natuurlijk. Inconsequente milieufreak. Hier wordt met de hand afgewassen. Ik krijg anders niet de indruk dat je wilt dat er ook maar iets vuil wordt. Natuurlijk niet. Ik wil alleen niet dat jullie daar een troep van maken. Het is mijn keuken. Het kost me toch al een paar ribben uit mijn lijf. Heb je niet toevallig nog een klein ribbetje over? Als je geld wil, dan moet je maar zorgen dat je die Sinterklaaswedstrijd wint. Jawel, de kans dat ik zoiets win is wel erg klein. Ik bel die toneelspeler, hè? Niet vergeten. Hij komt morgen. Shit. Heb ik alleen geld om iets lekkers bij de koffie te kopen? Bak ik wel een cake in de nieuwe oven? Als je dat maar uit je hoofd laat. Hè? Pak jij er dan een, pa? Ja, met chocola, net als vroeger. Kom op. Leef je nou toch eens even lekker uit in die nieuwe keuken. Hou ik hem voor je schoon. Voor Geeltje Buur. Tijd dat ik voor Sinterklaas speelde, die is voorbij, hoor. Ja, wat heeft dit nou weer te betekenen? Alsjeblieft, pa. Nou zie je waar jouw pathologische vlekangst ons toe brengt. Zit je me nou weer voor de gek te houden? Nee, pa. Ik ben serieus in de hele hoek. Ken ik hem? Nee, maar Bert wil graag kennis met je maken. Bert? Nou ja, Albert, maar iedereen zegt Bert. Ja, Freddy, maar ik heb nou geen tijd om snel een afspraakje te maken met een huwelijkskandidaat. Ah, doe niet zo hypo. Hypo? Ja, zo daarvoor zo. Zeg, kunnen jij en je broer nou niet eens een woordenboek samen gaan stellen, hè? Wat is het voor typo? Een leraar. Een leraar? Wat geeft hij? Ja, inrichting van de keuken, basistechnieken. Basistechnieken? Ja, mise en place en zo. Weet je zeker dat het geen voetbaltrainer is? Pa, doe nou even serieus. Hij is ook wijnkenner. Oh, dat verandert de zaak. Dus ik kan jouw Bert hier verwachten met een fles Pomerol Grand Cru om over jou te praten. Nee, hij komt voor jou. Voor mij? Ja, vraag of hij met je mag spelen. Of jij dan wil kijken of hij goed genoeg is voor de club. Biljart, hè? Ja. Oh, zeg dat dan. Natuurlijk, als hij een beetje kan spelen, is hij welkom. Laat hem maar komen. Maar nu moet ik gaan, hè? En zeg hem wel dat hij die fles Pomerol kan meebrengen.
Ik zal hem ook vragen of hij zijn handschoenen meeneemt. Handschoenen? Ja, als vakman wil hij vast graag even naar je keuken kijken. De Sint? De Sint heeft een hele lange reis achter de rug. De Sint heeft een hele lange reis achter de rug. Helemaal uit Spanje, ja. En laten jullie nu eens horen hoe mooi jullie zingen kunnen. En zingen jullie nu eens mooi voor Sinterklaas. Ziegens, kom. Het is allemaal tijd, Spanje. Lekker. Ik oefen. Oefen? Ja, ik doe mee aan de Sint-wedstrijd. Doe normaal, zeg. Wil wat koffie? Is dat normaal? Het is een wedstrijd. Het is uitgeschreven door de winkelcentrum hier. Ze zoeken iemand die de goedheiligman gestalte kan geven. De beste kandidaat maakt niet alleen kans op een grote prijs, maar bovendien om de officiële intocht te mogen verzorgen. Iedere volwassen man die meent daarvoor de mogelijkheden te hebben, kan reflecteren. Nou, dan val jij al af. Hoezo? Stond toch volwassen? Hey. Trouwens, Sinterklaas is taboe. Hoezo taboe? Uit over, ze willen de kerstman. Oh ja, en dit dan? Ja, die is van het comité behoud Sinterklaas. Nou, wat is er nou tegen? Het is toch de leukste traditie die we hebben? Gehad, ja. Ik dacht dat jij altijd zo graag met je tijd mee wilde gaan. Sinterklaasje. Laat me niet lachen, zeg. Let jij maar eens op. Hoe ga je dat dan doen? Ik krijg les van meneer Paardenkoper. Albert Paardenkoper, die gesjeesde acteur. Die man heeft toevallig wel jarenlang de officiële intocht verzorgd. Oh, nou, toen ik hem voor het eerst zag, geloofde ik al gelijk niet meer Sinterklaas. Had je hem ook niet aan zijn baard moeten trekken. En kan je ergens anders koffie drinken, Fred? Want ik moet oefenen. Morgen staat Paardenkoper voor de deur en ik heb nog steeds geen zwarte piek. Niks voor jou misschien? Ja, dag Sinterklaasje. Ik jouw slaafje zijn zeker. Dan nog een zwart slaafje ook. Nee hoor, is niks voor mij. Ik heb er net een lezing over gehoord. Geen over mij. En zwarte pieten worden nog onderbetaald ook. Weet je wie trouwens ook lid is van dat comité behoud Sinterklaas? Onze vooruitstrevende Norbert Hoogendijk. Jo, het is precies je maat, Matthijs. Dat jij nou toch zo'n pak haat, Suus. Ja, je kan bij mij voor alles terecht. Nou, staat je knap, hoor. Ja, die witte jurk die is toch veel te wijd. Komt een gord om, hè, om dat hemd. Dat bloest het meteen ook mooi. Kijk eens deze kant op. Oh jee, ja, wat zul je dat goed doen, zeg. Met een beetje hooghartige kijken. Oh, voor een naam, hoor. Wanneer komt Paardenkoper? Verwacht hem vanavond al. Zo, nou, daar kan je een hoop van opsteken, hoor. Die deed het toch zo schitterend altijd, hè? Grote intocht in Enkhuizen. Ja, zie je, kijk, dan zet ik hier een rijtje in. Doet Freddy Zwarte Piet nou nog? Nee, opeens principiële bezwaren. Huh? Ja, ze was bij zo'n lezing geweest. Een lezing? Ja, je weet wel, zo'n moeilijk sociotype. Zo'n goog die je dan gaat vertellen hoe slecht we allemaal zijn. Niks, Sinterklaas, niks, Zwarte Piet. De kerstman kan nog net. Nou, weet je wat mij opvalt, Matthijs? Ja, prima, blijf maar zo staan. Mij valt op, hè? Dat er steeds meer mensen steeds meer gaan praten over dingen waar ze steeds minder verstand van hebben. Maar niks aan de hand, hoor. Als de nood aan de man komt, hier staat je Zwarte Piet. Freddy heeft identiteitsproblemen. Ja, doe er nog een schepje bovenop, zeg. En vlekkenangst. Kletskoek. Toen ze hier kwam, was ze je vader in Palmen. Die houdt van orde en netheid, dus ze dacht, ik zorg dat alles blinkt en glimt. En dan is hij blij met me. Die ouwe heeft dan zelf ook flink te pakken met zijn keuken. Ja, dat vind ik nou eigenlijk wel schattig, hoor. Net als met een nieuwe auto, hè? Zonde om erin te rijden. Waarom hou jij geen lezingen, Suus? Hallo, zeg, doe me een lol. Zodra er meer mensen bij zijn en ik moet iets zeggen, nou, dan klap ik dicht. Maar met één of twee mensen in de buurt staat die broodmolen geen seconde stil. Au, ja, dacht ik het niet. Echte Hoogendijk. Hoezo? Een waterhoofd. Ja, ja. Mooie principes. Maar je hebt vorige maand wel mooi die foto's laten maken. Wat voor foto's? Dat is Zwarte Piet. Reclamefolder voor Stam. Stam? De banketbakker? Betaalde hartstikke goed. Trouwens, toen die foto's liet maken, was ik er nog niet tegen. Dat kwam pas na die lezing. O ja. Hoe heette de paard ook alweer? Ellie Mouthaan Kromzicht. Zijn naam zou
als pseudoniem wel niet willen hebben. De culturele sociologie van het meesterknechtpatroon, daar had ze het over. Oneigenlijke symboolfuncties. Rolbevestiging van een pre-koloniaal tijdperk. Heb je een woordenboek hier, Matthijs? Zullen we alleen maar duidelijk maken? Duidelijk. Dat we de Sinterklaas moeten vergeten. Ja, en waarom? Net als moederdag en vaderdag. Trouwens, dat heeft toch nergens meer mee te maken, alleen maar met commissie. Zo, en de kerstman dan? Ja, die is modern, dat is iets nieuws. Even de spel uit mijn mond halen hoor, ik kan klachen. Modern. Nou ja, ze zei het anders. Nou, kijk nou. En dit wil jij afschaffen. Ellie Mauthaan Kromzicht zegt dat de kerstman het beste is wat de Amerikanen ons hebben. Ons hebben gegeven, zeker. Ja, dag. Wij hun hebben gegeven. Je achternaam zegt alles. Kromzicht. Ja, ik kan me er ook erg kwaad over maken. Ik bedoel, hoe heet de kerstman, hè? Santa Claus. Hoor je het goed? Santa Claus. En hoe komt hij aan die slee? Moet ik dat weten? Nou, dan zal ik het je vertellen. Ik, Susanna, Louise, Veron, Wouters, zal jullie uitleggen hoe het in elkaar zit. Eeuwen geleden, hè? Toen de walvisvaarders nog over de noordelijke IJszee voeren, toen vierden zij natuurlijk ook Sinterklaas. Ah! Kom verder. Dank u. Ik ben Norbert. Albert, paardenkoper. Ik ben toch niet te vroeg? Wel even, we hadden toch geen vaste afspraak. Nee. Zeg, wat zeg ik, Albert of Bert? Officieel is het Albert, maar informeel is het Bert. Nou, de club zijn wij niet formeel, hoor. De club? Ja, waar gaan we naartoe? De kipstoot? Zal ik even tafel bestellen? Oh, ik dacht dat wij hier zouden oefenen. Hier op dat speelgoedtafeltje boven? Maar meneer Hoogendijk, Norbert, alsjeblieft, hè. Wat speel je? Eerlijk gezegd ben ik niet meer vast verbonden. En je gemiddelde? Pardon? Je kop komt me bekend voor, zeg. Ja, dat is ook wel het minste, hè? Na een carrière van meer dan 30 jaar. En mijn naam... Ja, wat namen betreft ben ik een zeef, hoor. Maar Bert heb ik nou onthouden. Ik heb je natuurlijk vaak genoeg zien spelen. Vast wel, ja. Zullen we eerst even de keuken bekijken? De keuken als vakman natuurlijk wel interesseren, hè? En voor mij hoef je geen handschoenen aan, hoor. Ik weet niet wat je van plan bent, Norbert. Maar ik geloof dat ik je nou niet meer kan volgen. Ja, dat is het weer typisch zo'n grap van Freddy. Nou ja, zo opgeruimd. Tsjechov. De meeuw. Nee hoor, het is een heel ander merk. Nou, kijk jij hem op je gemak even rond, hè? Dan gaan we daarna biljarten. Biljarten? Zeg, wat is dit voor waanzin? Hoezo? Mijn man, weet je eigenlijk wel wie er voor je staat? Oh, wacht eens even. Ja, natuurlijk, nou zie ik het. Neem me niet kwalijk, ik zal u zo naar Matthijs brengen, hoor. Wat stom van me. Dus je herkent me. Nou, ben of. Nee, even niks zeggen. Ik zie het voor me. Een reclame. Met zo'n, je hebt iets vast. En dan komt er een vrouw en die zegt, Nee, het is met een hond. Dat komt in ieder geval heel duidelijk over, hoor. Ja. Ik kan nou echt niet 1, 2, 3 zeggen, maar je was het wel, hoor. Stom van me, hè? Dat ik dat nou niet meteen zag. Ja, ja, het schiet me nog wel te binnen, hoor. Sloeg ik een figuur, zeg. Ik herkende hem niet. Nou, het ergste wat je een beroemd acteur kunt aandoen. Weet je wat zijn beroemdste rol is? Nou? Sinterklaas. Heppa, ga solliciteren in het Tialfstadion. Huh? Hou nou eens op met die dweilpauze-hysterie. Ja, knoei dan niet zo. Over Sinterklaas gesproken, hè? Ja, de laatste paar dagen gaat het over niks anders. Omdat jij met die verhalen komt over Santa Claus, maar zal ik jou eens vertellen hoe dat precies in elkaar zat, hè? Onze walvisvaarders wilden tussen al dat ijs ook wel eens Sinterklaas vieren, maar ja, een paard. Ja, dat glijdt uit. Juist, dus namen ze de slee. Juist, en zo kwam via Groenland en Alaska onze Sinterklaas in Noord-Amerika terecht. Als jij het dan allemaal weet, waarom laat je me dat dan vertellen? Ja, omdat jij... Heb pa, weg met die doek. Ja, houd dan eens op met dat geknoei. Papi, heb je er wel eens aan gedacht om er een paar dagjes tussenuit te knijpen? Lekker relaxen. Daar heb ik geen tijd voor. Ik vind je een schat, maar ik word gek van jouw gebiel met die nieuwe keuken. Ik wil hier nu eindelijk ook wel eens aan de gang. Moet die lekker spetten
naar gebakken spekruik of verse koffie. Of vette frieten met gekookte mosselen. Mosselen, dat was het natuurlijk. Daar heb ik die paardenkoper in gezien. Mosselen, minstens 1 keer per week. Dat moet u ook doen. Ja, natuurlijk. Daar heb ik paardenkoper in gezien in die reclame voor mosselen. Ja, goed idee trouwens, mosselen. Mosselen, dat was het natuurlijk. Ja, als Matthijs die Sinterklaaswedstrijd wint. En dan vraag ik mijn leraar Bert om de nieuwe keuken in te wijden met mosselen. Goed, maar op 1 voorwaarde. Oh, 1 maar. Dat jij Zwarte Piet bent. Maar pa, waarom ik? Dat is toch niks voor mij? Ah, doe het dan voor je vader. Het is zo moeilijk om iemand te krijgen. Waarom? Ze willen allemaal dubbel tarief, omdat het vuil werk is. En dan nog zwart. Wuiven, Matthijs, wuiven. En dan het lichaam rustig mee laten draaien. Zo. Ja, ja, juist. Kijk, en als jij dan straks op dat paard zit... Paard? Ja, paard. Oh nee, meneer paardenkoper. Bert. Voor geen goud, op een paard? Waarom niet? Nou, dat is toch veel te ouderwets. Ja, ik vind dat we een beetje met onze tijd mee moeten gaan. Ik leen de rols van die ouwe wel. Zo. Goedenavond. Dan moet u Bert de biljarter zijn, de leraar van Freddy. Hoe maakt u het? Is het paard van u? Paard? Hij is toch niet met zijn paard gekomen? Goed, gaan we vanaf het begin. Hè? Dus, jij staat in de wagen. We nemen aan hier, dit is het dak van de auto. Jij wuift, jij draait. Nou ja, dat lukt allemaal wel. Maar eerst, A, houd mijn snor. Noteren. B, komt er geen eigen haar onder mijn pruik uit. C, heb ik de goede schoenen aan. D, vergeet ik het boek niet. E. Nog heel wat bij kijken, meneer Paardenkoper. Bert, jongen, Bert. Kijk, maar daarom juist, daarom ben ik hier. Begrijp je? Om dat allemaal met jou door te nemen. Om je zodoende goed in je rol te laten komen. Ik kan ook niet wat freewheelen. Hè, freewheelen? Ja, een beetje gezellig, losjes, dansje, liedje. Nee. Dat doen de oudjes en de kinderen. Denk erop, voor jou geld. Wijsheid. Goedheid en vooral waardigheid. Ja, maar Bert, het mag toch wel wat een beetje swingen? Maar kom nou, jongen. Ik heb dat jaren zo gedaan. En ik heb er niks dan goede relaties aan overgehouden. En ik zat op een paard. En als ik je zo zie lopen, denk ik steeds... Wat? Die is net afgestapt. Hij moet doen wat paardenkoper gezegd heeft. Kom nou, pa. Je wilt toch niet dat ze hem uitlachen? Paardenkoper heeft ervaring. En ook benen. Paardenbenen. En ik wil niet dat Matthijs voor aap staat of dat hij uitgelachen wordt. Ja, en ik dan? Jij? Ja, of ze mij uitlachen, dat kan je niks schelen. Een Zwarte Piet met rode krullen, daar is toch helemaal niks om te lachen? Zie je nou wel? Waarom doe jij het zelf niet? Ik zou er niet eens als toeschouwer bij durven zijn. Nee hoor, in geval van nood vraag ik Bert, jouw leraar. En na dat partijtje biljarten durf ik hem dat rustig te vragen. Ja, maar die rijdt toch al? Weet je wat, laat mij rijden en dan vraag ik aan Bert of hij... Geen sprake van. Sinds wanneer dat volste vertrouwen in Bert? Zag ik meteen als een afstoot. Evenwichtig, beheerst. Wel, maar dat is biljarten, pa. Ja, leer je gauw iemands karakter kennen. Zie je ook meteen hoe die rijdt. Heb je mij wel eens zien rijden? Nee, maar ik heb je wel zien biljarten. Dus mijn auto kun je vergeten. Je hebt geen vertrouwen in mij, hè? En wel in Bert, omdat hij een goede afstoot heeft. Nou, toevallig heeft Bert wel vertrouwen in mij. Nou, dan neem je zijn auto, toch? Kom, Matthijs. Matthijs! Thijs, mijn bril! Je hebt hem op! Smalle Noord-Oogendijk. Je hebt het op. De bril. Kijk eens.
pas op, pas op. Niet doen, niet doen. Help. Is dat uw bril? Wat krijgen we nou? Een noodgeval. Suus valt in. Jij? Maar het was toch al... Alleen om maar even zwart maken. Er zal morgen best wel iemand voor te vinden zijn, hè? Om mij zwart te maken. Nou, ik was zelf nog een zenuwachtig. Overbodig, mon ami. Het was een succesvol. Nou, wat drijf je nou niet? Allebei uitgekozen. Allebei? Ja. Freddy en Matthijs. Nee, maar hoe kan dat nou? Suus was toch Zwarte Piet? De eerste prijs. Maar Freddy wou toch niet? Ah, ik heb, mag ik in alle bescheidenheid zeggen, wel enige pedagogische talenten. Ik heb er verleid. Weet je wel wat je zegt, comedian? Verleid om het toch maar te doen. Zwarte Piet. Borrel. Er valt wel wat te vieren, hè? Hoor ik iets over vieren? Kijk eens. Kom maar, Kentbakker Stam. Een letter voor de winnaars. Leuk, hè? De F en de M. Nou, dat hebben ze wel verdiend. Nou, veel vertrouwen had je anders niet. Wat nou? Het zijn altijd hele begaafde kinderen geweest. Waar blijven ze nou toch eigenlijk? Neem er alvast een op het talent. Ik moet even naar de keuken. Hier blijven. Ja, goed, Suus. Ik maak toch geen vlekken, malle. Zeg, Albert. Jij bent een man met levenservaring. Nou, ze heeft duidelijk het beste met je voor. Ja, daar twijfel ik niet aan. Dus staat zij aan het roeren. Maar het is anders wel een doortastende persoonlijkheid. Zij is kennelijk de enige die in staat is jouw keuken te defloreren. Pardon? In te wijden. Ha! Kom binnen, jongens. Gefeliciteerd, geweldig. Kom je, Freddy, Matthijs. Pa? Ja? Pa. Nou ja. Jouw, Nou, vertel op nou. Niet kwaad worden, hè, Daddy? Oh, is het Daddy gaan zeggen, ze stront aan te knikken. Een deukje. Flink deukje. Een aanrijding. En waar is Bert? Die reed jullie toch? En geen schrammetje. Wat zeg jij nou? Freddy, Matthijs, geen schrammetje. Fantastisch. En Bert? Die wacht op ons in de keuken. Bert! Nou, jij ziet er heel wat gezonder uit dan mijn auto, zo te zien. Kwaad worden, Albert. Kwaad? Ik ben blij. Blij? Oh, maar dat ziet er fantastisch uit. Ik kan het uitleggen, Norbert. Bert heeft niet gereden, pa. Ik heb gereden. Ja, ja, want Bert wou je verrassen in de keuken. Met mosselen. Gekookte mosselen. Minstens één keer per week. Moet u ook doen. Ga zitten allemaal. De wijn. Eerst de wijn. Allebei de eerste prijs, pa. Geweldig. Fantastisch. En dat zonder paard. En 1250 piek per persoon. Oh ja, 2500 gulden voor jullie samen? Ja, voor ons samen. Oh, maar dat is dan voorlopig meer dan voldoende. Voldoende? Waarvoor? Voor mijn no-claim. Bedankt, Sinterklaasje. Leuke surprise. Heerlijk avondje. Fantastisch. Zeggen, wat moet ik doen? Zijn handje schudden. Of een buigentje maken. Of meteen door de knieën. Of zal ik hem gewoon 3 zoenen geven? Nee, je moet heel gewoon doen en hem een hand geven. Wacht even, ik doe even de culturele attaché. Hè? Bonsoir, mademoiselle Ogendijk. Je suis très heureux de vous rencontrer. Hallo. Wat bedoel je met hallo?